Ja, Michael, iedereen al door, het gaat niet goed met Michael, dit en dat. Maar er komt eigenlijk een hele ontspannen Michael het podium op. Een paar dubbeltjes, maar eigenlijk, nou, zo gaat het toch eigenlijk helemaal niet? Halve finale. Nee, weet je, het wordt heel snel. Wat ik ook doe, het is nooit niet goed genoeg. En dat heb ik natuurlijk een beetje zelf gecreëerd. Maar ik speel deze sport al een hele lange tijd. En om dan ook altijd maar de druk te kunnen opvoeren. En dat maakt het heel moeilijk. En natuurlijk heb ik af en toe de moeite om de kracht en de energie te vinden. Maar vanavond was hij er wel. En dat maakt het ook des te mooier dat je weer wint. En dat geeft veel voldoening. En voldoening, dat geeft alles. En vanuit daar kun je natuurlijk weer verder. Een soort ontspanning. Je vrouw was erbij, je roept je kindje het podium op. Geeft dat een soort lekkere ontspanning voor jou? Ja, zeker. Dat is altijd lekker natuurlijk. Zo vaak gaan er niet mee. Ze heeft natuurlijk nu vakantie en we gaan een lekker weekendje op uit. Ook voor mijn vrouw even een keertje. Dat ze even de eigen ding kan doen. We hebben thuis best wel een druk huishouden. Ik zal de feiten achterwege laten. Kippen, konijnen, honden, schildpadden, je kunt ze niet verzinnen. Maar je moet gewoon. Ik sta iedere week onder druk. En we weten allemaal natuurlijk dat Ahoy natuurlijk gewoon een disaster was voor mij. En dat ik daar veel beter kon. Want natuurlijk hielpen de condities niet mee. Alleen dat wil je proberen recht te zetten. En daar ben ik wel blij mee dat ik dat vanavond heb gedaan. Je was getergd, hoorde ik al van je manager. Ben je ook getergd om hier dan even een kroon erop te zetten? Het is al een tijdje geleden dat je de Dutch Dart Championship won. Het is al door een beetje net niet in Nederland. Ja, dat klopt. Ik heb ook te veel wedstrijden dat ik mij te veel druk maak om nutteloze dingen. Dat mag niet. Daar moet ik in principe professioneel genoeg voor zijn. Alleen dan kun je wel zien wat het voor mij betekent om hier in eigen land te spelen. Daar wil je niet te veel druk op jezelf leggen. Alleen dat gebeurt automatisch. Morgen speelt tegen Martin Schietle. Die heeft meestal de zaal mee. Nou, maar jij morgen zeker mee. Kijk je er naar uit? Ja, tuurlijk. Weer tegen een Duitser. Ja, die moeten eraan, hè. Ja, ze hebben ons genoeg afgeslacht. Wij nou hun. Lekker, Michael. Succes morgen. Dankjewel, kerel.